Criminelen gebruiken de auto regelmatig als wapen, bijvoorbeeld voorbij een ramkraak. Wat ze dan doen, ze rijden met de auto tegen een pinautomaat aan om zo bij het geld te kunnen. Het innovatieve bedrijf Toccata uit Nieuwkuik heeft daar iets op verzonnen. Ze stonden daarvoor al in de innovatie top 100, namelijk een anti-rampaal. Dag Jan, goedemiddag. Hoi, hoe is het? Goedemiddag. Goed hè? Dit is een van jullie martelobjecten. Ja. Deze heeft volle bak jullie paal geraakt, toch? Volle bak, ja. Goed, en als dan een auto een paal volle bak geraakt heeft, dan zou je denken dat hij hier beschadigd is aan de voorkant. Hij heeft al wat schade, maar het valt best wel mee. Hoe kan dat? Nou, hij heeft wel wat schade, maar dat is niet meer dan dit. De normale palen die we nou hebben, die zijn statisch, die blijven dus staan. Met als gevolg dat je hier de impact hebt en de impact zich doorzet naar de auto zelf. En daar wordt die bestuurder niet vrolijk van, lijkt me zo. Nee, helemaal niet. En jullie paal is net bedoeld om dat juist te voorkomen? Ja, juist dat te voorkomen, ja. Om die auto wel stil te zetten, maar zonder de inzittenden te verwonden. Dat het werkt, blijkt. Hoe werkt het? Hoe werkt het? Daar staat er één. Daar staat er één. Ja, dit is hem. Kijk. Nou ja, dit is hem niet. Dit is hem de eerste. Dit is een van de eerste prototypes. Dus het basisprincipe is dit. Ja. En dan? Er komt een auto aan. Dit staat bij een pinautomaat in de buurt. Die ramkraken zijn wel iets wat veel in het nieuws is de laatste tijd. Wat gebeurt er dan? Nou, wil ik even teruggaan naar de basis, de oorsprong, waar die eigenlijk voor bedoeld was. Hè? Dat is een buslijst bijvoorbeeld. Hè? Dus de per ongeluk is zoals wij dat dan noemen. Ja, ja. Het beginprincipe is eigenlijk, je rijdt hem aan, de paal, en hij zet zich weer terug. En dan heb je waarschijnlijk een crash op de bumper en that's it. Per ongeluk, bij een bussluis. Per ongeluk. Foute boel, iemand foute heeft boel. Kwaad in de zin. De tweede, dat is niet per ongeluk, maar dan ga je echt harder. En dan ga je bewust harder. En de auto zit vast. En de auto zit vast. Die auto heeft op deze manier dus die paal volle bak geraakt. Mm-hmm. En je ziet er dus niks aan. En de bestuurder die is volgens mij ongedeerd. Ja. Zullen we even kijken? Ja, is goed. Als hier iemand had gezeten, wat er natuurlijk zat in die kroef. Ja. Dan is er denk ik vrij weinig aan de hand geweest. Hij remt hem dus op de eerste en de tweede paal remt je hem af. En de laatste pakt een beet. En dat is dan toch nog wel een behoorlijke klap. Maar ja. Die vangt dan de airbag weer op. Precies. En iemand die dus in dit geval een gordel om heeft, ja, die zit er gewoon en een keer een hoop schrik waarschijnlijk wel. Ja. Ik heb nog de vrije ruimte. Ik hoef niet mijn benen afgezaagd te worden of het dak er afgezaagd te worden of wat dan ook. Ja. Goed, de ontwikkeling is al een tijdje gaande. Hoe lang ben je nou mee bezig? Al? Hier zijn we toch al een jaartje 4 mee bezig. Ja. Ja, tillen we maar eens uit. Je begon dus met dat stukje papier, dat kruisje. Ja. Als je hem hier zo nou ziet hangen. Het is eigenlijk heel simpel, maar toch. Ben je dan trots of denk je aan de bloed, zweet en tranen die het gekost heeft om het te ontwikkelen? Vooral bloed, zweet en tranen. En ja, heb je hem niet al heel vaak in de prullenbak willen gooien, die paal? Ja, best wel. Maar als je zo hier hangt? Wat denk je dan? Ja, goh, dan denk ik weer aan het kartonnetje waar het mee begon. Hoe snel gaan we deze palen in Nederland zien? We moeten nog één test afronden, een TÜV-test. En zodra die pas erop zit, dan zal het niet al te lang meer duren, denk ik. Nee.